Deze nieuwsuitzending is actueel. Wij zitten te wachten op Marco. Die is even boodschappen doen. En dan gaat hij Sasa Perilla sap kopen. Wennen? Marco die kwam vandaag met deze link. Ik zal hem erbij doen. Maar we gaan even luisteren naar die mens. Terwijl Marco aan het boodschappen doen is. Ja, ik bedanke mich. Ich bedanke mich für die freundlichen Worte zur Begrüßung und bedanke mich für die Einladung, hier zu Ihnen sprechen zu können. Und wie Sie sehen, habe ich den Titel etwas verändert. Das kommt im Laufe der Entwicklung so eines Vortrages schon vor, dass M denn doch nochmal das passendere Wort für irgendetwas einfällt. Also CO2 vermeiden, mehr CO2 sichert die Biosphäre. Die offizielle Klimapolitik sagt, wir müssen CO2 vermeiden, um unsere Erderwärmung zu verringern. Das sagt zum Beispiel Dr. Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für internationale Politik und Sicherheit, in einem Artikel in der FAZ vom 4.26.14, wie viel Klimaforschung braucht ihr noch? Und da sagt er, dass sich die Grundthese vom menschengemachten Klimawandel in den vergangenen Jahren weltweit durchgesetzt hat, ist unabweisbar. Unabweisbar. Der Gegenbeweis, trotz Beginn unserer CO2-Emissionen ab circa 1950 haben wir weltweit keine bleibende Erwärmung, beziehungsweise wir haben eine Erwärmung vor CO2-Emissionen und wir haben Abkühlung trotz CO2-Emissionen. Unabweisbar wirklich? Prüfen, denn CO2 ist schließlich die Grundlage der Biosphäre. Der Grundbaustoff der Nahrungsmittel. CO2 ist ein Lebensspender statt Klimakiller. Und welche Faktoren sind zu berücksichtigen, wenn man darüber sprechen möchte? Einmal CO2-Ankunft und Herdanteile und Verhalten. Dann zum anderen die CO2 als Grundlage der Nahrungsmittel. Dann CO2 als Baustoff. Und dann die globalen Temperaturschwankungen natürlich. Die Herkunft ist einfach. Heute kommt CO2 aus Vulkanen und aus Smokern am Meeresgrunde. Der Ätna fördert täglich zum Beispiel 35.000 Tonnen. Die Fördermenge der Smoker am Meeresbogen ist unbekannt. Eine genaue CO2-Bilanz ist dort nicht möglich. Nun ist das so. Vor sehr langer Zeit, im Proterozoikum zu Beginn, also vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, wir hatten hier Kohlendioxid, aber kaum Sauerstoff. Warum? Weil in der Phase vorher der Kohlenstoff sich mit dem Sauerstoff verbunden hat. Und im Laufe des Proterozoikums hat schon die Photosynthese dazu beigetragen, dass wir eine Abnahme von Kohlendioxid hatten, aber eine Zunahme von Sauerstoff. Und dann sehen Sie oben, im Paläozoikum und im Mesozoikum, also von den 600 Millionen Jahren, dort haben wir dann schon eine starke Abnahme wieder vom Kohlendioxid bei 300 Millionen Jahren, da komme ich noch drauf, aber auch eine Zunahme von Sauerstoff. So. Im Känozoikum, das ist das, die Erdneuzeit, also seit 60 Millionen Jahren, hatten wir nochmal einen Hochpunkt der CO2-Konzentration vor 50 Millionen Jahren, aber dann eine stetige Abnahme und auch eine Unterschreitung der Mindest-CO2-Konzentration, die wird aber gleich noch im Einzelnen behandelt. Im Holozän, also das ist die Zeit der Eiszeit, ich darf mal darauf hinweisen, dass ich einige Grafiken von Herrn Kollegen Puls bekommen habe, wofür ich mich bedanke. Herr Puls hat schon mal darüber gesprochen in Hamburg und das ist jetzt gewissermaßen eine Fortsetzung dessen.
Also im Holozän hatten wir eine relativ konstante CO2-Konzentration von ungefähr von 270 ppm. Der CO2-Anteil in der Uratmosphäre war ca. 10%. Der CO2-Anteil heute ist ca. 0,04%. Wo sind die fehlenden 9,96% geblieben? Und das CO2 aus zwischenzeitlichen Vulkanemissionen, die sind ja dazugekommen. Alles dieses CO2 ist als Baustoff verbraucht worden und in Produkten enthalten. Nun, die CO2-Anteile heute, wir haben, oder die Anteile der gegenwärtigen Atmosphäre, wir haben 78,1% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,9% Argon und 0,04%, ungefähr 400 ppm Kohlendioxid und andere Spurengase. Und von den 0,04% sind wiederum 97%, das heißt also 388 ppm natürlich und 3% sind anthropogen. So, das ist mal hier als Blockbild dargestellt, damit man einen optischen Eindruck bekommt von dem Stickstoff. Der überwiegt natürlich, dann haben wir den Sauerstoff, Argon unten rechts und den CO2 noch kleiner. Und deswegen ist er hier nochmal extra rausgezeichnet worden. Das ist der CO2-Anteil gesagt. Jullie können das doch verstehen, hè? Het is Duits. Maar hij lult geen lulkoek. En hier hebben we den mal in einer Darstellung, bei denen die Luftanteile je 10.000 in 10.000 Quadrat unterteilt sind. Sehen Sie, und wir haben nun drei Anteile CO2, alles andere sind andere Gase. Und einer, der eventuell dazugekommen ist oder der dazugekommen ist, und der soll nun alles Schlimme machen. CO2-Herkunft und Eigenschaften. Wenn eine Zeitung über CO2 berichtet, nicht wahr, dann sind es meistens Wassertürme, die dann Wasserdampfwolken machen. Das ist eine Lüge, CO2 ist ein unsichtbares Gas. CO2 ist farb- und geruchlos, es ist nicht brennbar, es ist ungiftig, es ist schwerer als Luft, 1,96 Gramm je Liter zu 1,3. CO2 ist vulkanischen Ursprungs, es entsteht durch Verwitterung von Gestein, entsteht durch Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas und entsteht durch Zersetzung von Biomasse und ist, last not but least, der Baustoff der Pflanzen und Tiere. Hoor je deze? CO2 is de bouwstof van planten en dieren. Der Beginn der Nahrungskette, Ihnen allen bekannt aus der Schule, Photosynthese, 6 CO2 und 6 H2O, gibt es die 6O12, O6 und 6 Sauerstoff. Auf diese Art und Weise ist dann auch der Sauerstoff angereichert worden und zu uns gekommen. Das heißt, ohne CO2 haben wir keine Photosynthese, wir haben keine Nahrungsmittel und wir haben keinen molekularen Sauerstoff, also auch kein Leben. Nun, ein paar Beispiele für das, was davon abhängt. Das sind einzelne Plankton, Schwämme, Korallen, Weichtiere und wir alle. Und hier haben Sie dann zum Beispiel Riffkalke, Kalkriffe, dann haben wir Öl, Schwarzschiefer, Gasschiefer und so weiter, Kalkriffe allerdings und was alles daraus entstanden ist. Und auch wir Menschen wären dann nicht da. So. Nun, nach der TRCS haben wir ein Plant Growth Requirement von 150 ppm. Das heißt also, wenn der CO2-Gehalt unter 150 sinkt, hat die Pflanze nicht mehr genug CO2 und stirbt ab. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und umgekehrt ist es so, dass wenn wir mehr CO2 haben, ist das Wachstum besser. Das Wachstumoptimum liegt etwa zwischen 500 und 600 ppm. Und das ist hier so dargestellt, die optimale Versorgung. So. Nun, wir sollen CO2 einschränken, wo es immer mehr Menschen gibt auf der Erde und wo es immer mehr Hunger gibt. CO2, den Grundbaustoff der Nahrungsmittel,
nicht überzeugend. Jetzt kommt der nächste Punkt, der nächste Komplex, CO2 als Baustoff. CO2 ist mittels Photosynthese der Grundbaustoff der Nahrungskette, habe ich schon gesagt. CO2 ermöglichte Wälder, also auch Kohle, die Bildung von Kohle. CO2 ist der Grundbaustoff für die Skelette vieler Tierarten. Wir haben einen CO2-Anteil von 9% in uns, einen Kohlenstoffanteil von 9%. Der CO2 ist der Grundbaustoff vieler Gesteine, Anteil am Kalkstein 40%. Und der CO2 ist ein wichtiges Industriegas und für viele Anwendungszwecke. Und hier sehen Sie mal so ein Beispiel aus einer Arbeit von Fred Müller und Herrn Limburg. CO2 als Baustoff, ein Beispiel, Kalkstein im Schweizer Jura. Sie können sich vorstellen, 40% dieser Masse sind CO2. Ne? So, und das sind dann die Fossilien, die das machen, die das so aufbauen. Das sind in diesem Falle Hexakorallen, wobei ich nicht genau weiß, ob die aus der gleichen Formation kommen. Die können auch älteren Datums sein, aber das wäre dann so ähnlich. Nun, die Klimapolitik. Sie werden sich erinnern, 1972, die UN-Konferenz in Stockholm, das Ziel war oder das Thema war Umweltschutz. 20 Jahre später, UN-Konferenz Rio de Janeiro, es wurde der Klimaschutz ausgerufen, weil als Weltproblem und Aufgabe formuliert wurde, wir haben vermutlich durch CO2 versuchte globale Erwärmung. Und 1997 hat dann die UN-Konferenz in Kyoto in der Staatengemeinschaft eine Klimarahmenkonvention als Grundlage für internationalen Klimaschutz beschlossen. Das hat in vielen Instituten einen Sturm auf die Computer ausgelöst und viele Leute haben ihre Modellierungen gemacht, nicht wahr, und haben dann die zukünftige Entwicklung aufgrund mit Hilfe von Simulationsmodellen gemacht. Und John Christie von der Universität Alabama hat mal von 73 solcher der führenden Klimacomputer die Ergebnisse zusammengestellt und dann kommt hier das raus mit der dicken roten Linie dazwischen, die Grundlage der Politik ist, aber die sich von der Realität sehr stark unterscheidet. Das ist hier heute Morgen auch schon mal dargestellt worden. Das ist das Gleiche schon bekannt. Ja. Die Ursache ist nicht bewiesen. So. Haben wir eine Erderwärmung durch CO2-Emissionen statt einem natürlichen Klimawandel? Klima- und CO2-Gehalt der Atmosphäre und Meere sind von Natur aus variabel. Welches Kriterium kann das Modell anthropogene Erderwärmung beweisen? Der Beweis wäre, wenn eine globale Erwärmung ab ca. 1950, weil wir nämlich seitdem verstärkt Kohle, Öl und Gas verbrannt haben oder verbrennen. Wenn ich bin von der sexuellen Bestreitungspolitik. Dann mit den daraus sich ergebenden CO2-Emissionen überall auf der Welt eine globale Erwärmung. Ja, ich bin es aan het opnemen. Dus, das heißt, wenn die CO2-Erwärmung ab 1950 überall eine Erwärmung erzeugt. Ja, ich doe even de YouTube-Pause. Dat is allemaal in het Duits, man. Ja, maar homo, heb je nog een beetje hangout? Oh, ik mocht je geen homo noemen, dat was ook weer zo. Maar hangout.google, want dan kon je beter door. Want je komt nu ook wel door, maar ik heb hier op de speaker staan. Oké, okay, dan hebben we dan... Het is een beetje te zullige homo rijdt, weet je. Hangouts, Google, ik ben binnen. Even kijken. Ik heb Google aan, ja. Ja. Hier komt ie. Ja, oké, answer. Piet? Even kijken of ik jou hoor. Hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Nou, dan zijn we dan. Ga ik je nou ophangen? Ja, ga ik jou ophangen. Haha, ik was eerst. Nee, ik was eerst.
telefoon is weg. Ik ben weer terug. Goed filmpje. Ja, hè? Want het is wel eens eventjes wat anders. Ja. Hè, dit zegt gewoon van dat we eigenlijk met dat klimaat de hele andere kant op moeten. We moeten meer stoken, minder zonne-energie, minder alternatieve energie, meer fossiele brandstoffen. Ja. Dat is toch wel eventjes een heel ander verhaal dan... Maar ik aan de andere kant, ik ben zo'n saaie neus, maar je had in de jaren 70 had je zo'n zo'n liedje van Burn Baby Burn, Disco Inferno. Mm-hmm. Dat vond ik toen al een goed nummer, hoor. Ja, ja. En the roof is on fire. Yeah. Dat vind ik ook wel... Er zijn van die bangerikken en die zeggen dat de kern van de aarde, die produceert alsmaar koolstof. En daar mag je niet te veel van gebruiken, want dan gaan we allemaal dood. Nee, maar de vraag is natuurlijk of er wel een kern van de aarde is. Want volgens sommige mensen is de aarde hol. En wonen er aan de binnenkant van de aarde ook mensen? Nee, man. Ja, hoe moet je daar tegen ingaan? En die opening die zit bij Antarctica, hè? Ja, dat zeggen ze. En bij de Noordpool. Oh, daarom? En, oh. Ja, en of. Ik weet niet of dat allebei is. Want daar zijn meningen over verdeeld. Oh ja. Oh, ja. Hoe gaan we deze uitzending samenvatten? Is er positief CO2 gebeuren? Ja. Positief over CO2. Dat we er meer CO2. Meer CO2, ja. Ja, in de atmosfeer. Omdat we het anders veel te koud krijgen. Dan krijgen we straks twee Elfstedentochten achter elkaar. Ja, precies. Dus al die dode bomen verbranden. Ja, want er komen nieuwe bomen van. Ja, lijkt me wel, ja. Want die bomen, wat eten bomen nou eigenlijk? CO2. Ja, verrek. Je moet die bomen geven wat ze lekker vinden. Mm. Precies, want dan worden ze groter van. Ja. Kunnen ze ook weer meer CO2 opnemen. Dat is dan want weer je kunt geen natuurlijk. CO2 geven. Een mens of een dier heeft niks aan CO2. Ja, ja een beetje, maar niet door het in te ademen. Wat zeg je nou? Maar niet door het in te ademen. Maar we hebben wel wat aan CO2. Indirect. He, want planten maken daar weer suikers van. Mm-hmm. En die suikers, daar eten wij weer van. Ja. Dus daar hebben wij wel wat aan die CO2. Ja, maar wij zijn emitteerders van CO2. Ja. Je hebt niks aan CO2. Als mens heb je er niks aan. Je ademt het uit. En dan hoop je maar dat er planten zijn. Dat een of andere persoon, misschien een vrouw, de moeite heeft genomen om zaden in de grond te stoppen. En dan gaat al die CO2, die verdwijnt in die zaden. En dan heb je weer een paprika of zo. Ja, precies. Ja. Maar het is in ieder geval zo dat het voor het kabinet natuurlijk wel... heel prettig zou zijn als wat deze meneer beweert, als dat klopt. Want dan hoeven ze hun klimaatdoelstellingen helemaal niet te halen. Integendeel, liever niet. Ja. Dat maar eens die luid duidelijk maken die dan democraat zijn. Want democraten zijn in principe debiel. Retarded. Ja. Iemand als Jan Terlui. Jan Terlui heet hij toch, hè? Nou, je bedoelt... Jan Terlui, ja. Terlui is op de werken. Nee, ik dacht dat je zei dat politiek, maar je bedoelt de politici. Jan Terlui. Ja. Jan die te lui is om te werken en die gaat vertellen dat de hemcentrale dat die dicht moet vanwege de CO2. Ja. Ik vind het... Jan ter lui is dat, D66. Dat is duidelijk. Ik bedoel, kijk... Als je toch over politiek gaat hebben... Nee, sorry hoor, maar over politiek gaat krijgen... Mag ik even? Dank je. Nou, voor deze keer. Nou.
Kijk, het is natuurlijk zo dat als je te lui bent om te werken, ja, en je hebt geen talent in de kunsten, ja, ja, dan heb je weinig opties. Dus dan moet je CO2 politiek... afschaffen. Ja, dan moet je CO2 afschaffen. Nee, dan moet je de politiek in. Ja, maar dus dat, de politiek is voor luie mensen die geen talent hebben om iets anders te doen. Ja. Ja. De hemcentrale gaat dicht. En ze willen ook gasvrije wijken introduceren. Nou, gasvrije wijken vind ik op zich wel prettig hoor. Als je dat in de Eerste Wereldoorlog op het slagveld had gezegd van gasvrije zones. Oh, dat leuk, ja, maar de chloorgas bedoel je. Ja, 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 ja. Ja, hier werd het over methaan. Jongens, jullie mogen blij zijn. We zitten in een gasvrije zone. Ja. Ja. Ja, ik heb het over CH4, methaan. Oh, scheetmateriaal bedoel je. Dat heet ook CH4, is dat. Ja, precies. De tetraeder, de aardgas. Aardgas, ja. Er mag geen aardgas meer in wijken. Dan krijg je CO2 van. Ja, maar volgens deze meneer, hè, volgens dat filmpje, wat er toch behoorlijk wetenschappelijk onderbouwd uitziet. Hè? Dat moet ook even. Oh, ik heb het geluisterd. Voordat jij terug was van boodschappen doen, hebben de kijkeraars dat ook meegehoord. Ja, daarom. Ja, dan kan ik het er ook gewoon over hebben. Ja, ja. En dan zie je dus van... het ziet er heel erg wetenschappelijk onderbouwd uit. Hè? Het is ook een professor dokter. Nou zegt dat ook niet altijd alles als dat eronder staat. Maar al die grafiekjes die hij toont. Aha. En al die dingetjes die hij zegt. Aha. Het ziet er toch redelijk, wat ik zeg, het geloofwaardig uit. Van wat moet ik nou geloven? Moet ik nou voor mijn portemonnee moet ik sowieso minder gas verbruiken. Ja, dat is logisch. Aha. Maar als het nou voor het klimaat is, dan raak ik door zo'n filmpje als dit toch wel aan het twijfelen. Moet ik nou meer of minder gaan stoken? Nou, ik zou zeggen, voorlopig is de CO2-concentratie rustig aan het stijgen. Ja. Er is niet zoveel aan de hand. Alleen, er zijn heel veel kale vlaktes en mensen die laten hun geiten alle kleine sprietjes opvreten. Ja, en dan krijg je dus geen bomen. Nee. Maar, en je hebt natuurlijk ook nog de vulkanen die aan het uitbarsten zijn op dit moment, want het is behoorlijk actief. Mooi zo, daar gaat de CO2 ook weer van omhoog. Ja, 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 ja. Daar gaat de CO2 nog verder van omhoog dan door wat wij erin de atmosfeer in gooien. Ja. Want volgens deze meneer is dat maar 0,04% van het totaal aan CO2 wat wereldwijd jaarlijks wordt uitgestoten. En die andere 99,96%. Dat is door middel van natuurlijke bronnen zoals vulkanen en dergelijke. Ja, ja. Dus volgens deze manier is dus het hele verhaal dat door ons menselijk toedoen het klimaat op zou warmen. Uh-huh. Is volgens deze manier dus eigenlijk precies, ja, eigenlijk gewoon onzin. Het is ofwel statistisch insignificant wat wij produceren. Uh-huh. Ja, of zelfs wij moeten meer gaan produceren. Ja. Onmogelijk effectief. Ja. Ja, ik weet het al heel lang. Ik ben wel voor klimaatverandering, hoor. Oh ja. Ik ben eigenlijk meer voor klimaatverbetering. Ja, precies. Mark Rutte gaan we ophangen. Of aan de muur spijkeren. Of iets als Christus Jezus of zo. Ja, nee, gewoon een beetje klimaatverandering. Ja, ja, het is toch een of andere sodomiete. Rot er dan op. Ja. Ik denk dat als ze die man ophangen, dat hij nog zegt. Ik bedoel, mooi ophangen. Iedereen naar hem mag kijken. Ja. Want hoe zag Mark Rutte eruit? De man die nooit een vrouw zwanger heeft gepaald. Dat weet je niet. Nou, je kan hem opspijkeren. Dan kan iedereen naar hem kijken. Nee. Maar kijk, je kunt wel dingen beweren. Maar misschien heeft hij wel een heleboel kinderen. Dat weet je niet. Hij is niet getrouwd, maar dat wil niet zeggen dat hij geen kinderen heeft. Het lijkt me wel erg, hoor, om een zoon te zijn van Mark Rutte. Zo'n Pinocchio. Met zo'n lange neus. Ze zeggen van die Joden dat ze van die rare neuzen hebben. Maar Pinocchio, die kon er ook wat van, hoor.
Ja, maar bekijk, bij Pinocchio was het natuurlijk een heel ander verhaal. Want die had helemaal niet zo'n grote neus. Dat was alleen maar als hij ging liegen. Oh ja. Dus vandaar dat je ook van die spotprenten hebt. Dat je zo'n vrouw bovenop het gezicht van Pinocchio zit. En dan zegt Pinocchio, lieg. Dat is een geile droom. Ja. Mooi hoor. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt met dat CO2-verhaal. Goed gevonden. Goed gevonden, Marco. Ja, ik weet het niet meer. Wat moet ik nou geloven? En wat kan ik doen om het klimaat te doen verbeteren? Moet ik nou meer stoken? Of minder? En straks zijn al die kolencentrales dicht, wordt het hartstikke koud. En dan moeten al die kolencentrales weer opgestart worden. Weet je hoeveel dat kost? Als het nog maar kan. Of we moeten weer nieuwe kolencentrales gaan bouwen. Nee, ik voel met je mee. Ja, ik vind dit wel ernstig hoor. Want dan zitten we straks. Ja, ik kan me natuurlijk voorstellen. Hè, er zijn een hoop mensen in Nederland die graag een Elfstedentocht hebben. Ja. Maar die mensen moeten minder stoken. Ja, vind ik ook. Ja, naar Finland verhuizen. Ga in Finland de Elfstedentocht doen. Dat is hartstikke makkelijk. Ja, maar het is zo mooi als dat in Friesland gebeurt. Ja. Ik noem dat sentimentaliteit. Is ook niks anders dan dat. Maar nou zou het gebeuren. Hè? Want je hebt tegenwoordig zat alternatieve Elfstedentochten. Dan zitten al die Elfstedentochtrijders zitten in Oostenrijk of in Finland. En dan ineens giert het aan in Friesland. Oh ja. En dan moeten al die schaatsers ineens allemaal naar Friesland. Ja. Om naar Bethlehem, bij Bethlehem voorbij te gaan. Precies. Gewoon een klune, hè? Een klune. Ja, nee, dat is belangrijk. Ja, en dat heb je meestal bij die alternatieven niet, hè? Dat klune. Nee, dat is allemaal prima geregeld, ja. Alleen maar schaatsen. Ja. Dat is eigenlijk dus geen echte Elfstedentocht, toch? Heb jij wel eens geschaatst? We hebben het toch over CO2 en alle toestanden daarmee. Maar heb jij wel eens geschaatst? Ja. Wat voor schaatsen had jij? Hockey schaatsen of... Hockey schaatsen. En ik heb nogal zwakke enkels. Dus als ik op Noorden ga staan, dan klappen mijn enkels om. Ja. Dus dan, ik kan niet op Noorden schaatsen. Maar op hockey schaatsen gaat het prima. Als ze maar hoog genoeg zijn. Ja, precies. Je hebt die lange veters en alles. Ja. En van die kromme schaatsjes. Ja. Ik heb op Noord. Waar je niet snel, maar wel heel bewegelijk op bent. Ja. Ik heb Noren gedaan. En dan mijn voeten, man. Oh, de knetter. Ja, dat kan ik me bij. Dat is dan wel weer het voordeel van hockeyschaatsen. Daar heb je daar niet zoveel last van. Heb je warme voeten. Ja. Je moet ook niet. Je moet eigenlijk schaatsen een maatje te groot kopen. Uh-huh. En dan twee paar sokken aan. Ja. Dan houd je je voeten warm. Ja. Dit zou Geert Wilders moeten vertellen aan al die mokro's. Over het schaatsen of over het klimaat? Schaatsen. Twee paar sokken aan. Ja. Ja, dat die mokro's, want ik ken ze in Mokronië. Daar komen ze toch vandaan, hè? Ja. Alle mokro's komen uit Mokronië. Dus ja, maar daar kennen ze geen schaatsen. En Geert Bilders, die moet een inburgeringscursus voor die lui organiseren. Want twee paar sokken aan en ja. Ik zag laatst wel op een filmpje. Of moeten dat we, dat ze aan het sleeën waren op de sneeuw in de Sahara. Oh. Dus het sneeuwt wel in de Sahara, soms. Daar moeten we ook wat aan doen. Ja. Dat nou, sneeuwen in de Sahara? Ja. Maar ja, dat is Alaska toch voor? Ja. Of hier. Of in de Alpen. Oostenrijk, Zwitserland. Dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we op wintersport. Waarom komen die mokro's dan hier naartoe als het daar ook sneeuwt?
Ja. Jij bent dat ook helemaal kwijt, hè? Nou, ik ook al. Ja, ik ben vanaf nu, ik weet niet meer wat ik moet geloven. Nee, ik ook niet. Ik bedoel, wat ik zeg van, is het nou zo dat we dus voorzichtig moeten zijn met het klimaat? Ja, moeten we wel. Maar wie heeft er nou gelijk? Wordt het warmer of kouder? Ja, en wie is er verantwoordelijk voor? Ja. Je gaat mij niet vertellen, mijn beste professor Dr. Marco Robinson, zoals je vroeger heette, dat als ik ga dansen in een schietcafé, dan veroorzaak ik CO2, vooral omdat ik al die alcohol zit te zuipen, en dat ik dan het klimaat aan het veranderen ben. Nou, kijk, de hoeveelheid CO2 neemt ook toe dat als jij gaat dansen in een streetcafé, mensen zich daaraan gaan irriteren, boos worden, dus sneller gaan ademen, dus meer CO2 gaan produceren. Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja? Dus in die zin ben je dan wel... Medeverantwoordelijk. Medeverantwoordelijk voor extra CO2-uitstoot. En dat zou het klimaat gaan veranderen? Nee. Nee, dat denk ik ook niet naar. Dat zou de mooiste, grootste mop ter wereld zijn. Dat Perry Winkel met zijn irritante dansgedrag in een streetcafé het klimaat aan het veranderen is in een chaotische zin. Ja, het zou wel natuurlijk een leuk idee. Goed onderwerp zijn voor een filmpje of zo. Dit is meneer Perry Winkel. Perry Winkel danst in cafés. Ja. Die om het CO2 terug. Ja, precies. En dan worden mensen geïrriteerd en dan krijg je nog meer CO2. En wat krijgen we dan? Wordt het dan kouder of warmer in Nederland? Barry Winkel probeert het klimaat te veranderen. Dat is een interface. Ik heb maar één antwoord op deze wezenlijke menselijke bestaansmogelijkheid. Dat is gewoon zoveel mogelijk zuipen. Nou ja, dat is een optie. Een mogelijke optie, hoor. Dat ja, het staat me niet tegen, hoor. Ik bedoel, maar zoveel mogelijk is natuurlijk... Kijken wat je kan. Het moet wel leuk blijven. Ja, het moet altijd absoluut geinig blijven, joh. Ja. Want ik heb toch wel tijden gehad dat ik zo verzoopt dat het niet leuk meer was. Oh. Ja. Hoe kwam dat dan? Nou, omdat ik zoveel zoop. Zoveel dat ik bijvoorbeeld kruipend naar huis moest of zo. Maar hoe kwam dat dan? Wat? Ja. Hoe kwam dat dan? Omdat ik zoveel zoop. Ja. Nou, het ging je gaat mij niet vertellen dat alcohol een soort magnetische aantrekkingskracht op je heeft. En dat je denkt, ja, mijn lichaam moet alcohol. Nee, dat heb je om een reden gedaan, of niet? Want je weet wel degelijk dat C2H5OH, dat leidt tot CO2. Ja. Nou dan. Waarom zat je zoveel CO2 te veroorzaken? En dan zit in datgene wat ik drink, zit ook nog eens een keertje CO2. En dat gaat erin en dat gaat eruit. Ja, maar dit is flauw. Jij bedoelt koolstofdioxide in bier, bedoel je? Ja. Ja. Maar als je nou jenever... Ja. Jij drinkt ook jenever, homo. Ik mocht je geen homo noemen. Maar jij drinkt ook jenever. Niet zoveel meer eigenlijk. Eigenlijk niet meer. Met een ijsklontje erbij? Nee. Want oh man, als ik aan de steker drank begin, dan heb ik dus van dat ik kruipen naar huis moet. En dat ik ochtends een kater heb en zo. En dat heb ik met bier allemaal niet. Want daar zit CO2 in. Nou, misschien is dat het wel. Ja. He, dat die CO2 ook nog helpt om een kater te voorkomen. Wie zal het zeggen? Ik blijf erbij, hoor. Waarom ging jij zoveel alcohol tot je nemen? Want dan ging jij niet om de CO2. Kijk, in Coca-Cola zit ook CO2. Ja. Nou dan. Maar je dronk geen Coca-Cola, jij dronk Leffe Blond of zo. Zoiets, ja. Ja, zoiets. Van dat bubbelbier. Met CO2. Ja. Maar je dronk dat niet vanwege de CO2, jij dronk dat vanwege de C2H5OH. Ja, maar het is wel zo... Maar nee, waarom? Je mag het ook aan mij vragen. Laat ik zeggen dat die keren dat ik dus, zeg maar, kruipend naar huis ben gegaan, dat was dus wel of op jenever of wodka of andere sterke drank.
En daarom drink ik dat eigenlijk ook niet meer. Omdat ik daar zo snel klote zat van word. Mm-hmm. He, van, ik drink het alsof het bier is. Mm-hmm. Ja, en dan word je er heel erg dronken van. Ja, je produceert wel CO2. Ja, maar dat doe je toch. Ik bedoel, bij elke scheet die je laat, produceer je CO2 of methaan. Mm-hmm. En nog een paar andere gassen. Hè? En bedoel, methaan is ook een broeikasgas. I know. Ja, het hele broeikaseffect, hou er toch mee op. Het is fucking koud hier in Nederland. Nou ja, afgelopen zomer was het toch best wel puf. Dat viel me mee, ja. Dacht ik, eindelijk een keertje warm in Nederland. Ja. Ja, je mag ook een beetje lol hebben tegen je 60ste jaar aan. Wat is dat nou weer? Ja, maar dan ben jij dus eigenlijk ook, als je dat vindt, dat we gewoon meer moeten stoken. Mm-hmm. Meer fossiele brandstoffen in de lucht in moeten gooien. Absoluut. Ja, want dat is beter voor ons klimaat. Denk ik wel, ja. We gaan er planten beter van groeien. Wij kunnen het misschien een beetje benauwd krijgen. Maar dat vind ik wel heel mooi. Want als wij het een beetje benauwd gaan krijgen, dan doen we niet meer zo druk. Dan gaan we niet meer de vrouw van de buurman neuken. Dan wordt het lekker rustig. Ja. Het is een betere wereld, man. Met meer CO2. Nou, ja. Ja. Poging tot verbetering. Volgens die meneer van dat filmpje is dus het feit dat we gewoon... we zijn helemaal verkeerd bezig. Ja, we moeten niet minder, maar we moeten meer. Klopt. Ja. En weg met de windenergie. Weg met de zonne-energie. Gewoon weer gewoon kolen, bruinkolen, olie. Ja. Ja. En wat ik ook vind, hè, de CO2 gebeuren in de atmosfeer... dat is een voedingsstof... voor planten, hè? Ja? Nou, maar dan moet je wel planten hebben. Ja, maar kijk, die komen er vanzelf. Als je hoe meer CO2 in de atmosfeer, hoe meer CO2 in de atmosfeer pompt. Ja. Dat is wel geinig. Maar de gemeente bijvoorbeeld in Arnhem, hè? Die zijn allemaal van die planten te planten. Maar dat smaakt nergens naar. En waarom staan er niet op al die balkons in de Bijlmermeer met die Suri's? Want die weten toch alles beter of niet? Weet je wel, weet je niet. Waarom staan die balkons niet vol met tomaten? En paprika's en komkommers. Madame Jeannette. Zeg het maar. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, omdat wij die CO2 niet aan het opvangen zijn. Ja, we hebben ons CO2-bewustzijn helemaal verloren. Dan gaat de CO2 stijgen in de atmosfeer. En al die bruino's, ook die blanco's, by the way. Maar doen helemaal niks met... Ja, we laten planten groeien. Ja. Om, en jij bent ook een voorbeeld ervan, hoor. Want jij hebt ook een balkon op het zuiden. Ja, maar heb ik daar planten staan? Nee. Nou, duidelijk. Dus ik ben wat dat betreft heel erg CO2 bewust. Ja, behalve dat jij jouw balkon moet verpachten. Nee, dat mag niet. Hoezo niet? Ik mag niet onderverhuren. Ja, als je het alleen... Dus ook mijn balkon niet. Bangerik. En kijk, die CO2-verhoging in de atmosfeer, daar heb je op zich geen enkele donder aan. Dat is alleen maar CO2. De bedoeling is dat die CO2 zich omzet via fotosynthese in eetbare spullen. Nou ja, een zeker spul wat je kan gebruiken voor de barbecue. Of wat er mooi uitziet, of... Ja, maar als je bloemen gaat kweken, dan kan je die geven aan een vrouw. Maar jij bent lang voor... Ja, nee, ga voor wiet. Of tabak. Tabak. Weet je, dan kan ik nog beter wietplanten op mijn balkon zetten. Aha. Want als ze dan van de woningstichting komen en ik heb er maar 3 staan... Aha. Dan zeg ik, niks aan de hand. Maar als ik 1 tabaksplantje heb staan, dan krijg ik de belastingdienst op mijn nek. Echt waar? Ja,
dat is clandestien. Dat is niet illegaal, maar wel clandestien. Oh. En clandestien, dat betekent dat ik belasting ontduik. En ja, daar zijn ze happig op. Oh. Dus de CO2-opvang die jij zou kunnen regelen door tabakszaad, dat is clandestien? Ja. Oh. En dat krijg je straks ook als ze de wiet zouden legaliseren en er komt belasting op. Dan is het afgelopen met de thuiskweek. Want er moet dan ook belasting overgeheven worden. Aha. En dan is het ineens dus niet meer illegaal, maar wel clandestien. En daar zijn ze wel happig op, want ja, belasting ontduiken, dat is toch wel het ergste wat je kan doen. Op verkrachting en moord na. Meer, wat een zielig, hè? Ja. Dat is echt erg, hoor. Ik vind het een hele mooie uitzending aan het worden. Ja, over hoe de dingen zijn en anders zijn dan ons wordt verteld. Ja. Ja, want ja, goed. Nogmaals, dit filmpje wat ik heb laten zien. Aha. Ja, die man is toch een wetenschapper. Oh, ja. En die zit echt niet uit zijn nek te lullen. Helemaal niet. Maar dat is niet wat we dus te zien krijgen via de mainstream media. Want die zeggen dat alle wetenschappers het ermee eens zijn dat aarde aan het opwarmen is. Ja. Iets wat trouwens deze meneer ook niet ontkent. Alleen hij zegt ja, het is een tijdelijke opwarming. Mm-hmm. Op de lange termijn moeten we juist meer stoken. Er moet veel meer groen komen. Je hebt zo'n partij die heet GroenLinks. Mm-hmm. Ja, er moet meer groen komen. En niet van die stomme... Ja, die stomme bomen. Nee, hier in Arnhem, daar kan je toch ook kersenbomen... Oh, dan hebben we zelfs één keer per jaar dat we kersen kunnen eten. Ja. Maar goed, weet je, kersenbomen... Die heb je al zoveel in de Betuwe. Ja, maar niet hier in Arnhem Centrum. Nee. En waarom niet? Dat weet ik ook niet. Nou, omdat het niet, ja, omdat er van die CO2-bestrijders niet mag. Want dan gaan wij kersen eten, onze kinderen, die gaan niet meer naar de supermarkt, betalen geen BTW. En dan gaan die kinderen in bomen klimmen, kunnen ze uitvallen, hebben ze een pleister nodig. En dat is CO2-bevorderend. En dat mag allemaal niet. Nee. Waarom geen kersenbomen hier? Een vlier. Dat is er ook zo een, hè? Vlier. Ja. Vlier, daar kan je limonade van maken. Ja, vlierbessen. Oh, ja. Daar kun je jenever van maken. Ja. Bierflessen jenever. Vlierbessen jenever. Ja. Sterkje homo's zijn het. Ik bedoel in de slechte zin van het woord, hè? Ja. Ja, nee. Maar ik bedoel, als ik dit filmpje moet geloven, zitten ze ons te belazeren waar we bij staan. Absoluut. En dan vraag ik mij af, hè, waarom wordt ons verteld dat we minder CO2 moeten uitstoten, hè, terwijl volgens sommige wetenschappers het tegendeel waar is. Mm-hmm. Hè, dat we eigenlijk meer CO2 zouden moeten uitstoten, maar dat het eigenlijk ook niks uithaalt. Want wat wij doen is maar zo weinig, mm-hmm, in vergelijking met wat de vulkanen doen. Mm-hmm. Dat het geen eigenlijk nauwelijks invloed heeft op het klimaat. Mm-hmm. Moet u dus een andere reden zitten achter de energietransitie. Ik ben wel voor klimaatveranderingswetenschap. Ja, precies. Want als je die auto van Wim Kruidentuin en Martin en mij, hè? Mm-hmm. Die gaat op een gegeven moment kapot. Dan is hij afgelopen. Nu al dat Wim zit te zeiken van nou, ik wil er eigenlijk vanaf. Maar hij doet het nog. Huh. Maar stel, dat ding dat gaat kapot. En dan map je helemaal plat. Al de verf moet eraf. Dan heb je aluminium over of ijzer, whatever. En dan maak je een zonnecollector van. Ja. Hoeveel vierkante meter denk je dat je van een Renault Clio kan maken? Nou,
Ik denk... Even een gokje. Gok maar even. Nou ja, dat hangt er vanaf. Welk onderdeel van het zonnepaneel? Hey, het gaat mij om het plathameren, platwalsen. Oh, nee, maar dat dan... Een platgewalste Renault Clio, hoeveel vierkante meter? Dan zeg ik dat van een Renault Clio kun je geen zonnepaneel maken. Want er missen essentiële elementen aan een Renault Clio om daar een zonnepaneel van te maken. Want? Nou ja, je hebt wel de stoffen nodig die de zonne-energie in elektriciteit omzetten. Ja, maar je hebt een collector nodig. Oh, en je wilt een zonnecollector maken? Dan kun je er wel een paar van maken, ja. Hoeveel vierkante meter? Hoeveel vierkante meter? Ik denk ongeveer 8 vierkante meter. Oké. Okay. Maar dat is dus ook maar een vinger in de lucht. 8 vierkante meter. Ja. Zullen we zeggen 10 voor het gemak, ja, om te rekenen? Ja. Nou, oké. Okay. Als je dat een... Dan moet je dat metaal moet je beroeten. Dat is niet zo moeilijk. Nee, maar dat kun je dus nog doen met de verf van de Clio. Nee, je moet roet hebben. Je moet puur roet. Ja, nee, maar dan zet je die verf in de fik, dan krijg je roet. Ja, dat kan ook. Zo makkelijk is dat. Dus daarom zeg ik, dat kun je van die verf maken. Ja. Dus dat hoeft er dan niet extra bij. Daarom kun je dus ook van een Clio, en dat kun je ook met het meubilair van de Clio doen. Dat kun je ook in de hand zetten. Ja. Route. Dat is koolstof, hè? Ja. Oké, okay, dan hebben we 10 vierkante meter van één Renault Clio. Die grote uitvoeringen. Dat trekt... even kijken hoor. In Afrika heb je 1000 watt per vierkante meter. Ja, maar dat is niet met zonnecollectoren. 1000 watt per vierkante meter, ja, per jaar gemiddeld aan zon. Nee, daar heb ik niet over. Ik heb het over die warmte-energie. Ja. Van zonne-energie. 1000 watt per vierkante meter gemiddeld per jaar. En op een zomerse dag, dan ga je richting de 2000 watt per vierkante meter. Ja. Burn baby burn, disco inferno. Als je dat gaat doen, hè, dan kan je van het warmteverschil... Dan maak je elektriciteit van. En onderin heb je een heat sink nodig. Een warmtetank. Zo. Uh-huh. En dan 's nachts wordt die koud en dan gaat die stralen. En dan krijg je een stijgtoestand. En dan gaat die elektriciteit, die slaat dan om. Dan moet je een gelijkrichter op zetten. Maar die elektriciteit slaat om en die gaat van onder naar boven. En die verwarmt die lucht. Dan krijg je klimaatverandering, dan krijg je stijgregens. Als je dat goed positioneert, dan laat je het regenen. Vanuit de Middellandse Zee. Oké. Okay. Dus we krijgen een groene Sahara. Uh-huh. Oh, dat is wel aardig. Ja, waarom niet? Je kan wel zeggen van ja, die stomme Arabieren die moeten maar zand gaan happen. Maar waarom maken wij die woestijn niet groen? Ja, nee, maar volgens mij willen die mensen die daar wonen zand happen. Ja, want anders zouden ze wel hier naartoe komen. Oh, dat doen ze ook. Wow, shit, ja. Politiek gesproken was dit een correcte opmerking. Oh. Nou, volgens mij was hij hartstikke fout, maar goed. Ja, maar ik ben de leraar in dit geval. Ja. Ik ben de toehoorder. Maar dan vind ik dat ik er gewoon extra punten voor moet krijgen. Ja, ik ook. Nou, ik heb het voor elkaar gekregen om ooit een keer een 11 voor een proefwerk te krijgen. Wat? Een 11 voor een proefwerk. Dit moet je nader verklaren. Nou, dat was omdat die leraar die deed aan extra punten. He, voor mensen die dan, als ze het proefwerk slecht maakten, dan konden ze toch een voldoende krijgen door extra punten te verdienen. Alleen ja, ik had alle antwoorden goed, maar omdat ik sommige antwoorden zo goed had dat ik er ook extra punt voor kreeg, kreeg ik dus een 11. Hoe oud was je toen? 11. Ja, 10 of 11. Ik weet niet helemaal precies meer. Ja,
Ja, zie je wel. Even Marco, even je mond houden. Maar even voor de kijkeraars. Marco heette vroeger. Dat was vroeger, hè? Die ja, tijd is vroeger. Voorbij, hè? Vroeger, ja. Heet die professor dokter. Gaan we door. En die CO2-bevordering, dat is een goed idee, man. Ja, ik vind ook dat we dus gewoon meer scheten laten. Ja. Ja, vind ik echt dat we moeten doen. Want het is dus niet alleen de CO2, we moeten ook het methaan bevorderen. Ja. Dus er moet meer methaan in de atmosfeer. Meer koeien. Ja, vind ik ook. Ja? En kippen ook hoor, kippen scheten. Meer kippen, meer varkens. Ja. Ja, en bossen hakken. Vind ik ook. Weg met de natuur. Ja. Ik krijg echt een slappe lach. Ik heb hier een boek in huis. En dat heet Het Zwarte Boek van Gogh. Daar staat het ook in. Nou ja, ik ken zo'n liedje van Jeroen van Merwijk, dat heet Weg met de natuur. Ja. Alle bomen moet je kappen. Ik vind bomen echt zeurneus. Ja. Leuk voor vogeltjes, maar die kunnen ook bij mij thuis wonen. Eventueel krijgen ze een eigen kootje. Als ze dat graag willen, dan krijgen ze een kootje. En dan zijn ze veilig voor de poes. Die stomme bomen. Nee, maar dat is ook zoiets. Hè? Met dat plastic bijvoorbeeld. Hè? Dan zitten ze te zeuren over microplastics. Huh? Dat dan in vissen zou zitten. Huh? Nou, voor zover ik weet, kan je lichaam plastic niet verteren. Klopt. Dus dat gaat erin en dat gaat er weer uit. Klopt. Dus dat hele verhaal van die microplastics is dus gewoon ook onzin. Klopt. Hè, ik bedoel... Dus wat dat betreft, stort ook dat plastic maar. En laat die zee maar, het komt allemaal wel goed, gaat allemaal naar de zeebodem. Dat wordt op een gegeven moment weer olie. Mm. En dan kunnen we het weer oppompen. En dan kunnen we het weer de atmosfeer in pompen. Ja, lijkt me wel, ja. En, nou krijg ik een telefoontje. Oh. Neem maar even kijken. Neem maar. Ja, wacht even hoor. Pas op je CO2-belasting, man. Hey Louis. Het is wel een mooie uitzending. Oh. Marco heeft zijn microfoon niet dicht gedaan. De sukkel. Ja. Maar dat geeft weer extra CO2. Dus daar zijn we voor. Nou, ik was net te laat met het opnemen van de telefoon. Oh. Dus. Je had even je microfoontje uit moeten doen. Ja, maar weet je, dan had het nog langer geduurd voordat ik de telefoon had kunnen opnemen. Ik heb even tegen de kijkeraars gezegd dat het mooi was dat je dat vergeten was, want dan krijg je extra CO2. Dat ik wat vergeten was? Nou, om je microfoon, uit te zetten, ja. Ja, want dan krijg je weer CO2, snap je? Ja, maar dat is zo weinig. Kijk, er komt meer CO2 uit mijn mond. En dat zijn de kleine dingen die het doen. Ja, nee, maar er komt meer CO2 uit mijn mond terwijl ik aan het praten ben. Mm. Hè, dan dat het dat ik even weg ben van de microfoon. Vertel eens, wat weet jij over hyperventilatie? Hyperventilatie? Heb je even een zakkie? Een boterhamzakje? Ik weet wat het is. Maar vertel dan eens even aan de kijkeraars. Ja, waarom? Dat weten ze zelf toch ook wel? Oké, dan zal ik ervan vertellen. Ja, doe dan. Als je uitademt, dan adem je CO2 uit. Als je te veel CO2 uitademt, dan valt je lichaam stil. Zie, dus we hebben wel wat als CO2. Ja. Je moet niet hyperventileren, dat is echt uitermate slecht. Ja. Maar dan moet je inderdaad een plastic zakje om je mond doen en dan CO2 inademen, want anders ga je tegen de vlakte aan. Ja, absoluut. Dan krijg je een CO2 tekort, dus dat kan dus ook nog. Hmm. Mooi, hè? Ja. Hoe de wereld in elkaar zit. Dus gewoon... meer CO2 in de atmosfeer. Mm-hmm.
En meer bloemen planten, whatever, op de balkons. Ja, maar dat is alleen maar voor de mooi en voor de leuk. Oh, en je kijk, koriander is heerlijk te vreten, hoor. Oh, dat kan ook nog, ja. Ik weet niet of jij van koriander houdt, maar... Ja, altijd... Basilicum is lekker. Een kruidentuintje. Maar gewoon een kruidentuin op je balkon. Ja, dat kan. Ieder mens moet zoveel kilo aan kruiden hebben. De politie komt langs en die bloempotten worden gewogen. En dan dat je een beetje doet aan CO2-opslag. Zodat als het kouder wordt, al die CO2 die is opgeslagen, dat we die dan weer de atmosfeer in kunnen poppen. Ja, ja, dat zou op zich een goeie zijn. Gewoon kijken van, wordt het de komende jaren warmer? Nou, dan moeten we wat minder CO2 in de atmosfeer doen. En als het wat kouder wordt, dan douwen we wat meer CO2 in de atmosfeer. Ja, voor die planten en meuk en alles. Opfikken die handel. Ja, maar dat is CO2 neutraal, hè? Absoluut. Ja. En een beetje door blijven bouwen. Ja. Niet alle planten zijn klootzakken. Nee, want met roken kom je er bijvoorbeeld ook niet om meer CO2 in de atmosfeer te gooien. Want ja, ook roken is gewoon CO2 neutraal. He, dat zijn tabaksplanten die CO2 hebben opgeslagen. En dat gaat dan weer de atmosfeer in. Ja, maar bij die tabaksplanten roken wij alleen die blaadjes op. En waar blijven die stengels? Nou, sommige van die stengels komen ook wel in de tabak terecht, hoor. Maar echte dikke stengels? Nou, volgens mij is dat of veevoer, of het wordt verbrand. Het tabak kweken is dan dus goed. Volgens als je de CO2 wil verminderen, is tabak kweken is goed, ja. Als je de CO2 wil vermeerderen, dan maakt het niet uit. Maar dat hangt er dus vanaf. Kijk, als die meneer van het filmpje gelijk heeft, dan moeten we dus gewoon meer CO2 in de atmosfeer... Ja, lijkt me wel. Ik ben het ermee eens, hoor. Want anders krijgen we binnenkort een ijstijd. En wie wil er nou een ijstijd? Ik niet. Nee. Weet je wat dat aan stookkosten, wat dat voor de stookkosten betekent? Ja, dan krijg je wel weer meer CO2 van die stookkosten. Dat dan weer wel. Ja. Dus dan wordt het weer warmer. Ja. Dus dan zou je dus subsidie op de stookkosten moeten gaan geven. Om het weer warmer te krijgen, ja. Ja, ja. Dan kunnen ook al die negers denken van we hoeven niet meer naar Nederland, want daar is het net zo warm als in Kenia. Ja. Dan kunnen ze lekker thuis blijven. Dat scheelt een hoop CO2, man. Ja, maar dan ben je de CO2 weer aan het verminderen. En je wil juist natuurlijk dat de CO2 omhoog gaat. Ik bedoel, dit filmpje moeten we even aan Rutte sturen eigenlijk, hè? Alleen denk ik dat meneer Rutte geen Duits kan. Dat weet ik trouwens niet. Dat zal wel erg zijn, hoor. Als hij geen Duits kan. Ja, hij is een sodomiet. En hij is schurkie met Angela Merkel. En hij gaat op bezoek bij de fucking paus. En jij bent ex-katholiek. Dus we moeten niet moeilijk doen over de paus. Want jij bent ex-katholiek. Maar hij gaat op bezoek bij de paus. Ja. Ah. Maar ja, kijk, ook de gereformeerde prins der Nederlanden gaat ook naar de paus. Terwijl die hartstikke gereformeerd is. Jij bedoelt die vrouw van Maximo? Ja, precies die, ja. Met die slechte tanden. Ja. Jezus, man. En die noemt zichzelf gereformeerd, hè? Die noemt zichzelf gereformeerd, maar gaat wel op auditie bij de paus. Ja, nou, sorry hoor, maar dat had je in de 16e eeuw of in de 17e eeuw niet moeten doen. Dan zou hij meteen door die gereformeerde van... Wat, ga jij op bezoek bij de paus terwijl die je net geëxcommuniceerd heeft?
He, want dat is die Willem van Oranje, die is geëxcommuniceerd door de paus. En hij is vermoord. Die vermoorde. Die precies die. Die heeft door Balthasar Gerhard vermoord. Ja, maar hij is ook geëxcommuniceerd door de paus. Marco, ik wil... Daarom moest hij gereformeerd worden. Marco, ik wil niet vervelend doen. Maar ons publiek, ons auditorium, heeft een beperkte tijdspanne. Ja, oké. Okay, dus ja, en zullen wij vervolgen over Willem van Oranje? Want ik heb nog een halve liter CO2-behoefte dinges. Ja. Ja. Maar je hebt nog een CO2-capsule van een halve liter. Ja. Oké, okay, beste luisteraars. Zoals afgesproken valt Marco mij niet in de reden. Nog bij de intro, nog bij de intro, nog bij de outro. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie... Dank. Tjus. En dag lieverds.